Rebel Racing is haar projectdesign engineer kwijtgeraakt aan het Formule 1 team van Aston Martin. Dat is duidelijk geworden via de LinkedIn post van Andor Hegedus, de man die een cruciale rol speelde bij de snelle pitstops van het team van Max Verstappen en Sergio Perez. Ja, Red Bull staat natuurlijk bekend om haar snelle pitstop. Ze had het record van de snelste pitstop ooit in handen met Max Verstappen toen hij slechts 1,82 seconden stilstond tijdens de Braziliaanse Grand Prix van 2019. De bandenwissel van Lando Norris bij McLaren was tijdens de Qatar Grand Prix van vorig jaar nog eens 2/1000ste van een seconde sneller. Maar toch won Red Bull voor de 6e jaar op rij de DHL Fastest Pitstop Award, want ja, die competitie kijkt namelijk naar de hele pitstopprestatie van het gehele seizoen. Of Red Bull het verlies van de Hegedus gaat merken, dat blijft nog even de vraag. De ontwerper kijkt er in ieder geval naar uit om aan de slag te gaan bij Aston Martin. Het is niet de eerste keer dat het team waar Lawrence Stroll de eigenaar van is en wordt geleid door Mike Craig personeel wegkaapt bij Red Bull Racing. Zo verliet Dan Fellows Red Bull als hoofd aerodynamica in 2022.